Breda Nu. Je weet het meteen. Fijnproevers en smaakbarbaren is het Food Festival 2.0. Waar food, kunst en wetenschap elkaar vinden. Nou, ik heb wel een beetje trek gekregen, dus laten we snel naar binnen gaan. Kunt u iets vertellen over het Food Festival dat hier gehouden wordt? Het is Fijnproevers en Smaakbarbaren. Dus eigenlijk, we hebben het Food Festival 2.0 genoemd. En die 2.0 is eigenlijk, we hebben als organisatie georganiseerd samen met Lisette Spee. En we kwamen bij elkaar en we hadden het idee van er zijn al heel veel food trucks festivals, zeg maar. En dat is best wel een hype die gaande is. Maar wij zouden het best wel gaaf vinden om meer op de inhoud te gaan zitten. Dus gewoon, die trucks zijn helemaal te gek, weet je wel. En die moet je ook zeker erbij betrekken. Maar ook dieper erop in, zeg maar. Dus meer facetten, eigenlijk alle facetten van de food laten zien daarin. En wat kan een bezoeker zo al vinden hier op het Food Festival? Het is wel grappig, want hierachter toevallig staat een 3D-printer. Die print vanuit materialen van suiker. Dus we hebben eigenlijk het in drie vlakken opgedeeld. We hebben de Food Gallery. En dat is muziek, kunst. We hebben het grote suikerstandbeeld hier in de hal staan. Dat standbeeld is gemaakt van kopjes suiker. Die zijn opgehaald bij mensen. Een mooi standbeeld van gemaakt, gebaseerd op het beeld dat in het park staat. We hebben eigenlijk dus de gallery, de Food University en de Food Market. En we hebben een pop-up restaurant. Dus eigenlijk in het restaurant, daar zijn een aantal koks uit Breda bezig met lokale producten. Die zijn er allerlei fijnproeven en smaakbaar gerechtjes van aan het maken. Het restaurant gaat geloof ik open om 4:00. En hier hebben we de Food Market. Boven de Food University, daar werken we met koptelefoons. Dus vandaar, jullie zeiden al, we hebben net beelden genomen, maar we hadden helemaal geen geluid. Nee, dat klopt, omdat mensen... Op die manier kunnen wij, zeg maar, beneden muziek maken, mensen kunnen praten en boven kunnen de debatten, lezingen en workshops worden gegeven. Dus eigenlijk die drie pijlers, de Food Market, Food Gallery en de Food University. En het pop-up restaurant ook nog. Ja, die vier dingen. Ja. Wat verwacht je van vandaag, van het Food Festival? Lekkere eetentjes, lekker drinken, gewoon gezelligheid en leuke mensen voorbij komen. Dus. En jij? Ik ben wel benieuwd naar wat nieuwe hapjes om uit te proberen. Zoals het Indiaanse tentje daar, ben ik wel benieuwd naar. Waar kijken jullie het meest naar uit qua eten? Ja, die Indiaanse tent waar we onze blik ook op hebben gefocust, die is tot nu toe wel favoriet, ja. En jij ook? Ja, nou, en het wijntje is ook erg lekker. Jullie hebben het pop-up restaurant hier op het Food Festival. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen? We zijn gevraagd door, we kennen Lisette en Stijn, degene die het initiatief hebben genomen voor het festival. En ze wilden een festival 2.0, dus dat betekent dat er naast het traditionele foodfestival, maar voornamelijk foodtrucks te vinden zijn, ook ruimte moest zijn voor verdieping. Nou, onder andere de university boven, waar een debat wordt gevoerd, waar lezingen worden gegeven, draagt daaraan bij. Maar ook een pop-up restaurant. Maar net op een wat andere manier met festival eten wordt omgegaan dan bijvoorbeeld in de grote hal gebeurt.